Gewoon als goed trainen, want iedereen lekker gaat. Dan gaan we. Dat doe ik even uit mijn hoofd. Hoor. Komt, dat is ontzettend leuk. Er komt ook een Falconiershow. Kun je zien hoe vogels afgericht zijn. Kun je helemaal zien. Een show van een uur. Prachtig met falcon. En heel mooi. Kun je ook zien. Je kunt zien hoe de lunch, hoe Napoleon vroeger dineerde tijdens de lunch. Kun je zien hoe dat vroeger ging. Want ja, zelf een boterham eten weet je wel, maar toen werd het opgediend. Door bediende, dus kun je helemaal zien. En ook hoe de prins opgediend wordt, met het eten wordt opgediend bij de prins. Nou, dat kun je zien, dan heb je de dames. Dan gaan we koetsen krijgen, die koetsen die gaan rondjes rijden op het park. Er is een meneer gekomen die vertelde alles over Napoleon en de Franse tijd. Dat doet hij op de schoolvars op 17, 18 of 19 april. Goed, nou. Wat heeft hij eigenlijk verteld over de Franse tijd? Over de eerste keizers en over veldslagen. Is er voor kinderen ook wat leuks te doen? Ja. Op de schoolvars bedoel je? Oké. Daar zijn modeshow, paarden. Kun je paarden kijken, kun je de veldslag bekijken, hoe mensen dat doen. En een jonge broertje of zusje kun je ergens achterlaten. Ja, heel belangrijk. Ja. En zeg maar, daar wordt echt gevochten, hè, of niet? Nou, het lijkt heel echt, maar ja. Dat is niet. Nou, ik ben uitgenodigd namens Toys Festival als onderdeel daarvan. Om les te geven aan de kinderen van de groepen 5, 6, 7 en 8 van de Sint-Stefanusschool in Bonnebroek. Wat vertel je ze allemaal? Ik probeer het een beetje in te leiden met wat hier allemaal gebeurd is. Dus de aanleiding tot de Franse Revolutie en ook wat hier heeft plaatsgevonden. Tot en met 1815. Met alle veranderingen die toen hebben plaatsgevonden. En wat dat ook voor impact op het leven van vandaag de dag nog steeds heeft. Waaronder hun eigen achternaam en rechtsrijden. En, nou, zo kun je heel veel vertellen. En dat vind ik leuk om te doen. Het historisch festival slokt ons aardig op. Maar goed, als je ziet dat mijn kinderen toch heel wat leren en toch ook heel leuk vonden, of niet jongens, toch? Ja. Ja. En dat vind ik ontzettend leuk. Daar doe je het voor, dat gewoon de mensen blij maken en zeggen van god, wat leuk. Ja, en het programma is veel veelomvattender en echt met indrukwekkende andere dingen ook. Maar eerlijkheid gebied natuurlijk, de grote hit is toch de veldslag. Zeg, hoeveel kanonnen zijn er? Er zijn 12, ik dacht uit mijn hoofd 12 kanonnen. En er zijn ook net iets meer Franse soldaten dan geallieerde soldaten. Dat scheelt, het is wel heel close, dus het is maar heel verrassend wat de uitkomst zal zijn. En welk leger het sterkste zal zijn. Maar goed, het wordt een enorme troepenmacht. Dus meer dan twee keer zoveel deelnemers op het veld. Wat eten die soldaten eigenlijk? We beginnen, 's morgens krijgen ze van ons ontbijt. Want het is gewoon dus brood, spek. Brood, spek, melk, wat ook er toen was. Dus historisch natuurlijk verantwoord. Dat eten ze op bij het kampement. Wij verzorgen daar een deel in, want we hebben er ook de vorige keer de mensen verwend, dat willen we ook wel weer doen. En daarom komen er nu ook zoveel deelnemers, omdat men internationaal zo enthousiast over ons was. Het is 17, 18 en 19 april, gratis toegankelijk. 17 april is dus de opening met de prins van Oranje, met keizer Napoleon, en troepen in inspectie en ook voor de sponsoren. Daarnaast nog een feestavond. En dan 18 en 19 april is het volledige programma voor al het publiek.